En in de tussentijd, in de tussenliggende maanden, hebben we een prachtige serie voor u. Ik zit naast Yvonne Koster. Jij komt uit Monster, hè? Ja. Waar ligt dat? Tussen Den Haag en Hoek van Holland. Is het leuk daar wonen? Ja hoor. Je hebt ook versterking meegenomen, zie je? Wie is dat? Arnie, van Sponsen. Als ik niet beter zou weten, zou ik zeggen jullie zijn zusjes. Oh, ze zeggen wel zoveel. Is dat zo? Ja. Hey, jullie zitten nog op school, neem ik aan? Ja. Wat voor school is dat? Leo. En wat is dat precies, Leo? Lager economisch en administratief onderwijs. Wat ga je hierna doen? Dat weet ik niet. En heb ik ook gehoord dat je pas jarig bent geweest, klopt dat? Ja. En het was op de dag dat je de uitnodiging kreeg om hier naartoe te komen. Ja. Was dat nou echt een leuk verjaardagscadeautje? Ja, vond ik hartstikke leuk. Vind je het wel leuk hier in de studio? Ja. Voorlopig de laatste keer van de vraag, want in oktober komen we weer terug. Daar gaat de vraag niet over wanneer we weer terugkomen, maar over iets wat in Australië heel erg bekend is. Hoe kom je op die vraag eigenlijk? Ja, ga ik gewoon niet opgekomen. Gewoon niet opgekomen? Zomaar opeens? Ja. Nou, we gaan de vraag over, want ik neem aan dat de mensen in de huiskamer ontzettend in spanning zitten. Nou, hoe komt dat de boemerang terugkomt nadat je hem hebt gegooid? Ik neem aan dat Henk Mulder dat ook wel voor ons kan beantwoorden. De boemerang is een fantastische uitvinding van de inboorling in Australië. En wij die die broeken dragen, denken vaak dat deze eenvoudige mensen die daar zomaar bloot in het woestijnzand zitten, dat mensen zijn met weinig technische begaafdheden, maar dan bent u toch echt mis. Het is begonnen met een werphout voor de jacht. Gewoon een stevig stuk hout, dus zwaar hout met vrij scherpe randen. En daarmee kun je dus een dier treffen, een kangoeroe bijvoorbeeld. En ja, toen hebben ze kennelijk door toeval of misschien ook door uitproberen op een gegeven moment een rondhout gemaakt dat ook bij de jacht nog wel gebruikt werd, maar meer om dieren te verschrikken. Nou, dan kun je bijvoorbeeld over een vlucht vogels heen gooien en dan worden die beesten verschrikt en die vallen in netten. En op die manier krijg je dan een apparaat dat op het eind voor het spel gaat dienen. En een boemerang is dus een werphout dat terugkeert, wat niet zozeer meer voor de jacht dient, maar meer om vogels te verschrikken en verder, ja, nu voor sport en spel. En daar zijn elk jaar boemerangwedstrijden en daar zijn inmiddels ook kampioenschappen geweest. En misschien vindt u het leuk om de wereldkampioen boemerang gooien aan het werk te zien. Dat is Bunny Reed en die werkt hier met een kolossale boemerang met een afstand van de ene punt op de andere van 1,70 meter. Dat vraagt ook veel kracht om zo'n groot ding te gooien. Kijk eens hoe prachtig je dat ding wentelt. Boven de grond, het lijkt alsof je de grond raakt, maar het is niet zo. Hij werkt die boemerang schuin rechts naar voren, als hij tenminste rechtshandig is. Dat was hij ook, hè. En dan gaat het ding een baan maken waarbij hij omhoog stijgt en in de glijvlucht weer terugkomt, al wentelend. En als je een erg handige vent bent, dan kun je dat ding nog weer opvangen. Het zou wel leuk zijn als je die baan van zo'n boemerang nog scherper kon volgen. He, want het is een vrij ingewikkeld verschijnsel. En daarvoor hebben ze ook wel boemerangs gemaakt met een lampje eraan. Ik heb er hier eentje, een klein lichtje en een klein batterijtje. Je kunt er daar nog een maken. En daar is een dia gemaakt van zo'n worp bij avond. En u ziet hier de baan van dat lampje, maar dat geeft eigenlijk fantastisch aan hoe dat ding gewenteld heeft en ook hoe fraai hij bij de werper is teruggekomen. Wat ons eigenlijk meer interesseert is, hoe komt het dat het ding deze vreemdsoortige bewegingen maakt? Als je eens goed gaat kijken hoe zo'n ding in elkaar zit, dan merk je dat het eigenlijk een gebogen vliegtuigvleugel is. Hè? Banaanachtig ding. En de doorsnede daarvan die is bijgerond. Aan één kant is het ding vlak. En aan de andere kant hier wat bijgerond. En hier scherp, schuin naar beneden. Hè? En bij de andere helft van de vleugel is het precies tegengesteld. Dus als hier de scherpe kant aan de binnenzijde zit, dan zit hij hier juist aan de buitenkant. En wat heeft het voor gevolg? Als zo'n propeller snel draait, dat geldt voor een vliegtuig ook, dan blijkt dat de lucht een langere weg heeft af te leggen aan de bolle kant en aan de vlakke kant. En daardoor ontstaat er een drukverschil. En dat drukverschil werkt als een lift, dat geeft een stuwkracht omhoog op die vleugel. Dat gebeurt hier ook. Als je deze boemerang werpt, en dat moet je doen op de volgende manier. Je moet gooien in een verticaal vlak, dus soms zie je mensen wel zo gooien of zo, dat mag dus niet. Je moet in een verticaal vlak gooien, dan begint het ding dus zo te roteren. Dan krijg je dus het effect wat ik u net vertelde, alleen met dit verschil, dat dat drukverschil aan weerskanten van die vleugel hier en daar anders is. Hier heeft hij veel meer snelheid, omdat ik hier het hoogste punt heb en hier hou ik hem vrijwel tegen. En dat veroorzaakt dat kantelen van dat vlak. Ja, dus in het begin dan wentelt hij in een verticaal vlak en dan gaat hij draaien en dan komt hij in een horizontaal vlak. En zo gaat hij over de grond heen.
Dat hij dan tenslotte ook nog links afgaat, dat heeft dus te maken met een onbalans in die krachtenverdeling. Door de typische vorm die dat ding heeft. Maar goed, die theorie is vrij ingewikkeld. En er zijn zelfs proefschriften over geschreven. Iemand is erop afgestudeerd. We zullen dat maar sparen voor vanavond. Wat u meer interesseert zal de sport zijn en het spel. Wat doe je ermee? En misschien is het leuk om in de studio ook iets te zien van het boemerangwerpen. En daarvoor hebben wij een heel bijzonder man uitgenodigd. Max Hoebe uit Amstelveen. Max is de grote promotor van het boemerangspel in Nederland. En u kunt dat telkens steeds meer zien. Ons land is een beetje klein eigenlijk voor dit spelletje, maar het kan toch wel. En nou, dat het in een kleine ruimte kan, dat wil Max demonstreren door zelf in de studio boemerang te werken. Probeer het. En misschien kan ik nog wel oppakken. Keurig. Ja, ik zie daar wat glunderende gezichten op de tribune, Max. Ik kan me indenken dat ze zeggen, wij willen ook wel eens gooien. Nou, je hebt een heleboel meegebracht. Bedien de mensen op de tribune. Ja, ga je gang. Dames en heren, als u er plezier in heeft, dan kunt u zelf ook een worp maken. U heeft hopelijk goed gekeken hoe je moet werpen. Dit zijn boemerangs met meer einden. Net had die boemerang 2 horens. Deze hebben er wel 4 of 6. Werpt iets gemakkelijker in een kleine ruimte. Hij moet dus recht voor u uitgooien in een verticaal vlak, dus niet horizontaal. Ja. Nou, de mensen hier hadden er kennelijk plezier in, Max. Ik hoop dat de mensen in het land het ook hebben. Ook die zouden graag een klein beetje mee willen doen. Dat kan ook. Het u wel bekende tijdschrift De Jonge Onderzoeker, wat weer bij de kiosk op u ligt te wachten. Met dit keer op de voorkant, vanwege onze laatste uitzending denk ik van dit seizoen, het Daar vraag je me wat kwartet. Maar interessanter, hier op de binnenpagina een bouwbeschrijving, een bouwtekening van een boemerang. Met uitvoerige handleiding hoe je het kunt maken. Het begint gewoon met uit een stuk triplex een model te zagen, ja, zoals de maten zijn aangegeven hier, en dan door veilen, schuren enzovoorts er de juiste vorm aan te geven en dan werpen en kijken wat het wordt. Zou u nog meer van deze sport willen weten en bedreven mensen aan het werk willen zien, dan raad ik u aan om eens te gaan kijken in het sportpark De Startbaan in Amstelveen op 25 en 26 mei. Want daar zijn dan belangrijke wedstrijden en dan kunt u ook met Max Hoeven nog wel eens praten over deze hele sport. 25, 26 mei in Amstelveen, sportpark De Startbaan.